Hey, welkom en wat leuk dat je kijkt naar de 69ste editie van de Steenwijker Avondvierdaagse. Ook dit jaar zijn we er met het Avondvierdaagse journaal natuurlijk bij. Dit keer is je vaste spreker, Joey Theekamp, terug van weg geweest. En natuurlijk heb je alle oude bekende rubrieken zoals de afgelopen edities. Wat dacht je van de wandelaar, groep of school van de dag? De vrijwilliger van de dag? De route van de dag? De samenvatting? En het interview met Albert Gaal. Ja, dames en heren, de Avondvierdaagse tweede dag zit er weer op. Goed om vast even te noemen, de slotavond wordt live uitgezonden op YouTube. De uitzending begint om 8 uur en dan kun je ook live natuurlijk het slotinterview met Albert Gaal horen. We zijn weer bij de Avondvierdaagse in Steenwijk, Kaland. En ik loop voor de doppenactie voor de KNGF geleidehonden. En achter mijn rug daar heb je de doppenactie. Dus wie doppen kunnen inleveren, kunnen bij de A-straat 63 in Steenwijk West. En nog een fijne dag met de Vierdaagse vandaag. Het is tijd voor de samenvatting. De route van vandaag. We verlaten de markt via de Onnastraat en gaan richting Schansweg. Vervolgens zullen we afdalen naar de Meppelerweg en via onder andere het Waardeel en de Eesveenseweg naar de Stationsstraat en terug naar de markt via de Oosterstraat. De 10 kilometer zal iets verder omgaan. Zij lopen een grotere ronde richting Pannenkoekenboerderij en daar voorbij. En dan zullen zij Steenwijk weer ingaan via het Oerterpad. Een mooie omwenteling maken ze via de Westerkluft en de Middenweg terug naar de markt. De 15 kilometer zal nog een stukje verder gaan en pakt onder andere Kallenkoten mee deze dag. Overlast
hoop niet dat de van last, ja, last hebben. Deze punt is niet goed nagedacht. Vrijwilliger van de dag, dit keer zijn dat de stagelopers. Ieder jaar heeft de avondvierdaagse hulp van stagelopers van de middelbare school die hun maatschappelijke stage hier lopen. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor, want zij doen hele goede zaken. Hallo, ik ben Roos en ik heb stage gelopen voor de RSG Leisterbes. Voor de avondvierdaagse en ik vond het echt superleuk. Ik heb koffie ingeschonken en aanmeldkaartjes gedaan. En ja, ik vond het heel erg leuk. Zoals altijd praten we ook kort met voorzitter Albert Gaal. Ja, dames en heren, de AMV-daagse tweede dag zit er weer op. Gisteravond was helaas hebben we moeten aflasten in verband met vele regenval. Een heleboel mensen vonden het natuurlijk jammer. Maar vanavond hebben ze iedereen weer lekker gewandeld. Mooie wandelroute weer vanavond. En ook mooie muziek. En we vanavond gaat volop varen. En onze verkeersdirecteurs hebben alles weer in goede banen geleid. Zodat alle kinderen weer veilig over konden steken en ook, natuurlijk ook de volwassenen. En ik moet even vermelden, bij de verkeersregelaars zijn we ook vandaag een jarig. Arjan is jarig, heeft van ons van mij al een bloemetje gehad. Dus geweldig. En morgenavond, ik wil ook even zeggen, de stagiaires hebben vanavond ook hun best gedaan allemaal. Daar ben ik heel blij mee. Dus en ik zou zeggen, tot morgenavond allemaal bij de mooie avondvierdaagse in Steenwijk. En laten we hopen op prachtig mooi weer. En dan even tussendoor, heb jij nog oude videobanden op zolder liggen? Maak een foto van de cameraploeg. De mooiste foto die wint namelijk een gratis videoband overzetten via Mandemol Videoproducties. Like ook Mandemol Videoproducties op YouTube of Facebook.
Dit was alweer dag 2 van deze 69ste avondvierdaagse. Super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je er morgen weer bij bent, want het belooft een hele mooie dag te worden. Tot morgen!